Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben Melvin. Deze intro moest ik van mijn Twitch chat doen. En vandaag gaan wij spelen Rewind or Die. Oh mijn god, oké, daar gaan we. Ik denk niet dat dat Shem is. Yo, what the heck? Oké, dit is wel echt al heel goed. Nee, eigenlijk is het niet heel goed. Oké, ik heb er een beetje spijt van dat ik ging jammen op die muziek, want die gas ging dood. Sure, I'll tell him. No worries. Bye. Yo, Frankie, gozer, hoe is het met jou dan? That was Keith. Wants you to cover the evening shift. Michelle hasn't turned up for work. Oké, rip Michelle. For fuck's sake, isn't Davey? It's for really busy, sake. Apparently. I hate you so much. You know that, right? Better get a jog on, mate. You know what he's like. Yeah, well, next time, tell him to shove it, yeah? Tell him to shove it, yeah? What the fuck? Hoe Brits wil je het hebben? Goed, waar heb... Wow! Oké, nee, het zijn maar pixels. We moeten nu gewoon gelijk gaan, is dat de bedoeling? Nou, dat was nice. Daar is de videotheek. Wij werken dus bij een videotheek en daar moeten we nu naartoe. We hebben een inventory met... een backpack en een backpack. We hebben twee backpacks bij ons. Wat? Ik weet dus ook niet waar ik naartoe zou moeten lopen. Dit spel doet alsof ik gelijk weet waar ik naartoe moet. Maar dat weet ik niet. Is hier iets? Dit soort... Abonneer nou mensen. Nee, dit gaan we niet doen! We waren hier in dit steegje. Bij deze lieve hond en deze... Wat is het? Hallo? Ik vind het echt een hele enge man. Deze hond vind ik wel wat liever. Hallo, doggo. Oh. Who's a good boy? Who's a good boy? Yo, kwaliteit gameplay dit. Ja, dit is nu al het beste horrorspel wat ik in deze maand heb gespeeld. Het is ook niet heel moeilijk, want het is 1 mei. Maar ja, laten we maar gewoon verder lopen. Ah! Yes. Oh nee, niet de hobo. Yes, the stench of death surrounds you. Tread carefully, boy. For today could be your last among the living. Go on, you fucking freak. Ze zetten die zwerver wel als een heel erg gek persoon neer. Maar dit is ook een heel raar persoon. Oké, nou. Ja, sure. Doei, hobo. Hey, de videowinkel. Video to go. Ik hou wel... Wow. Dit is wel echt de meest neppe lucht ooit. Even op details lettende. Zo hoerenveel sterren kan je niet in het echt zien wanneer je zoveel kunstmatig licht hebt. We gaan wel gewoon nu onze night shift beginnen. Want we moeten dus opeens invallen. And put your backpack in your locker and start your shift. Oké, waar is mijn... Oeh, ja, dit is waar ik wil zijn. Hey, wat zoekt u voor filmpje, meneer? Ja, dit is mijn favoriet die daar ligt. Die van u al... Oké, laat me. Goed, hier moeten we niet zijn. We moeten eerst naar... Maar wat de heck is dit voor bende? Wat de heck is dit? Some objects require an item to use them. Interact E with the middle locker. Select the backpack in your inventory and put it in there. Oké, use. No! Ideaal! Breaks are only... are 10 minutes only. Oh, dat is... Hey. Wow, nee joh. Een Nokia. Oké, dit is wel echt het meest leuke detail in deze hele game. Nu al. Wat leuk dit. Moeten we nu gewoon beginnen met onze night shift? Hallo? Mensen, hebben jullie ook al geleaked? Is dit niet die gozer die net bij de XXX-afdeling stond? Volgens mij wel. Hallo meneer. I've been waiting here for over 10 whole minutes. Yeah, sorry mate, we're a little bit short-staffed today. It's totally unacceptable. I want to speak to your manager. Listen bud, I'm in no mood for this tonight. Do you want your crappy porn flick or not? Shit. Keep your voice down. Here. Wil jij je vage porno nog hebben of niet?
Ja, stil, ja. Moet je nagaan dat er vroeger gewoon geen manier was om porno te kijken op het internet. Dat je gewoon serieus naar de videotheek moest. En een of andere, ja, gewoon schaamte over moest overtreffen om dan zo'n ding te lenen. Hallo, dit is mijn favoriet hoor. Hoe is het met jou? He's just browsing. Oh. Hey, dat is het spel dat we spelen. Leuk detail. Misschien is... Oh! Oh, de telefoon gaat. De Nokia. Hallo? Oké. Okay. Jesus. What kind of freaky shit are you into, Dave? Ik weet niet wat het was. Oh. Er staat hier zelfs dit S-teken, waarvan eigenlijk niet echt de oorsprong bekend is. Wat leuk. Ik hoorde net weer het belletje gaan, dus we moeten een nieuwe klant helpen. Hallo, Movie Buff. Hoe is het met jou dan? Hey there. Do you want to know a movie fact? Nou, vertel eens. Ja hoor, vertel eens. The one Mickey Myers wears? Mensen, zet ook het belletje aan. William Sharp mask. You know the mask in Hello's Eye, the one Mickey Myers wears? It's actually a William Sharp. Okay, nou leuk feitje. Heel leuk. Did you know that in that movie The Rockboxer, Sylvester Stallion passed out after losing a race to a chicken? In plaats van ISIS feitje moet ik customer feitje doen, want wat is dit? That's all I've got, unfortunately. Oh. Unfortunately. Oh, zo jammer dat je geen feitjes meer hebt. Wow, 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 wow. Wow, ga je nou die film stelen? Wat doet deze gast? Wat de heck? Naruto run? Wat? Even, wat hoor ik? Hallo? Komt het uit de wc? What the hell, Tony? Jesus. Can't a man take a dump in peace? What the hell, man? Were you sleeping in there? A dumping priest. Hi there. Yo. My name's Timothy. I'm a journalist for the Evening Standard. Wow, wat een goede snor heb jij. I'd like to ask a few questions about the recent disappearances. They all seem to stem from around this location, and I'm interviewing a few of the shop staff around here to see if they've noticed anything fishy. Sorry, but we know about as much as you do right now. Understandable. Sorry for the interruption. If you do hear anything interesting, then be sure to give us a call. Ja hoor, als jij iets van een papiertje hebt voor mij... Wow, this town has really gone to the shit, man. You got that right. Waarom klinken zij zo ongeïnteresseerd in echt alles? November 29th. Interview with Video to Go staff was less than helpful. Something's going on in there. Dit is wel trouwens and gaaf. I'm going to find out what. Dat is trouwens een echte phony. It's getting late. We spelen... Oh, wat leuk! Yo, dit had ik niet aanzien komen. We spelen opeens gewoon die reporter. En nu zijn zij nog gewoon aan het werk en ik ben opeens de reporter. Nou, we moeten naar de office gaan. Ik weet niet... Huh? I should go back the way I came? Oh. Hallo, moeten wij hier door deze skere steeg heen? Voor mij wel. Dat is pech. Auto-ongeluk daar. Hallo? Yo, wat? De Chop Shop. Oh, mijn. Hallo? Is er iemand dood of zo? Of om... Oh, what is that? Waarom ligt daar een varkenshoofd in? Ik vind het heel naar. Hallo? Oh, ik moet dit wel checken. Ongelooflijk. En dan ligt er opeens een varkenshoofd. What the? Ja, dat is een varkenshoofd. Uh-oh. F. Een paar uur later. 9 o'clock. Time to close up and get out of here. Interact E with the PC to check the closing activities. Jezus, wat een lijst. Ongelooflijk dit. We hebben ook gewoon een e-mail gekregen van Keith. All staff
If I open up the shop one more time and then the end of the day tasks aren't completed, then someone is getting sacked. As some of you have trouble remembering, here is a reminder of what I pay you to do. Lock the doors, clean the shop, take out the trash, put the return tapes back on the goddamn shelves, come back and do it all again tomorrow. Not hard, right, Keith? Nou, oké, okay, leuk. We moeten dus al die meuk gaan doen. Wat is teruggekomen? Dit allemaal? Nee, dat niet. Nou, we moeten dan eerst maar de deur op slot doen. Dat is deze deur, toch? We moeten nog de sleutel zoeken ook. Nou, nu word ik helemaal verdrietig. Maar die moeten we hier waarschijnlijk ergens vinden. Nou, eens kijken. Hey! Kan jij mij niet helpen, Dave? Right. I'm gonna head out. You can close alone, right? What the fuck, man? Oh, you'll be fine. I'm meeting Michelle tonight. I really need to go and get ready. Michelle? I thought she wasn't well. She fallen in sick. She isn't. But she's about to get a whole lot better. If you know what I mean. What the fuck? It's dangerous to go alone. Here, take this. Yeah, thanks. Deze gast die doet gewoon zijn eigen personeel. Hatsenflats, ja hoor. Unfucking believable. Ja, inderdaad, unfucking believable. We hebben wel de front door key gekregen. Nou, dat is tenminste nog iets. Jongen. Mag ik mijn rugtas alweer pakken? Nee, nog niet. Want we moeten eerst alle taken doen. Hier ligt wel nog een briefje. Staat daar wat op? All work and no pay make Dave a dool... Nou, oké. Die Dave is echt wel een klote werknemer om te hebben. Oh, hier zijn ook onze uren. A few holidays this week. Tony, you're picking up the slack. Overtime is mandatory. Oké. Nou, goed. Leuk. Nice. Hebben we ook niks aan. Hier ligt ook nog een briefje. In emergencies only. HR have suggested I leave a contact number in case of any all late night emergencies. Do not take the piss with this. You're to call me only if the shop is in danger. Nou, dat is ook wel fijn om te weten. 555. De rest kan ik niet echt lezen. Nou, goed. Laat eens maar de deur dicht doen. Dat is de politie! Kan ik u misschien helpen? Hallo. Tony Byrne. Yeah? I just wanted to ask you a few questions, if that's all right. Yeah, hoor. Look, if it's about the TV license, I'm gonna pay it. I just forgot. I'm sure you will, but that's not why I'm here. As you'll be aware, there have been a spate of missing people in the area recently. We're sort of at a loss at this point, but we did notice that every one of the missing persons had a video to go account. Okay. I'm just curious if you have your recent customer transaction data to hand. Ja hoor. I'd like to check some of the dates compared to their last sighting. Oh. Yeah, sure. They're in a filing cabinet out back. Just give me a minute. Ik vind die accentjes vind ik wel echt goed. Hier ligt trouwens een zakje Lays. Daar heb ik zin in chips, godsamme. Nou, we moeten in ieder geval hier ergens een filing cabinet openen. Is dit het? Customer membership data, late fees and home addresses, all safely secured in an unlocked filing cabinet. Ja hoor, precies zoals het altijd hoort. Gewoon hè, geen slot erop. Gewoon daar neerzetten. Deze deur heeft ook geen slot of zo, hè. Allemaal gewoon de jaren 70, 80, dat je er gewoon makkelijk in kan komen. Easy. Hey, meneer de politie, ik heb hier de customer documents van 12 maanden. Gewoon uitgeprint en wel. Ligt altijd kant en klaar hier gewoon, of zo, ik weet niet. Alsjeblieft. Thank you for your cooperation. This will be extremely helpful. Ja, dat hoop ik ook. Dat was het ook! And Mr. Brown, try to remember to pay that TV license. Wat een klote politieagent. Waarom ging dit zo makkelijk? Mag dit zo makkelijk? Nee, toch? Eerlijk, dit mag toch niet zo makkelijk? Locked up tight. Never clean up this shit all. Zij mogen toch niet zomaar die documenten meenemen? Of was dit gewoon een andere tijd of zo? Hoezo? Tering ranzig! What the f- Hey, wat ligt hier? I'm not taking this out one by one. I should get the bin back. Oh, we moeten ook nog vuilnis opruimen. Moet ik dan ook die drol gaan opruimen? Nee, toch? Nee. Moet ik dit gaan doen? The black bin back. En nu moeten we allemaal rotzooi gaan opruimen. Oh mijn god. Dit is ook meer werk dan ik had verwacht. Fucking een videotheek onderhouden. Alle mijn magies, hé. Nou, gooi alles maar weg wat we hier vinden. Ik snap ook niet waarom mensen zo'n teringbende ervan maken. Wat hoor ik? Hallo? Waarom hoorde ik daar hele enge voetstappen? Oké, dat was wel een beetje creepy. Maar we gaan er geen aandacht aan geven. We moeten gewoon zorgen dat dit de meest schone videotheek ooit wordt. We moeten nog even langs de XXX-afdeling. Mijn favoriete afdeling. Hè? Persoonlijk favorietje hier, hoor. Oh. Oh, dit zit gewoon los. Oké, dat is ook niet heel veilig.
Blijkbaar staan hier ook nog blik. Oh! Dammit! I think that's all of it. Better take this to the dumpster out back before it stinks up the place. Ja, nou, het stinkt niet sowieso, want ik heb daar een gigantische drol zien liggen. Nou, laten we dit gewoon weggooien. Hatsiki day use. Als hier een jumpscare komt, word ik heel boos. Gelukkig. Ah! Hey there, Tony! Captain, je liet mij hoerenhard schrikken, gast! Oh my good god! Jesus Christ, Cap, don't do that! Don't do that! What's the matter? Did that scare you? Nee, jij liet mij niet schrikken! Jawel. Nah, you'll never survive the war. Jij wel dan? Jij, oh, jij, oh, je bent zo'n veteraan, ik zie het. Hey, did you hear, by the way? Another person's gone missing. That's three this week. What the hell is going on? Oké, dat is wel veel trouwens. 3 in 1 week? That's disgusting. It's been weeks and they haven't even got close to catching this guy yet. Dat is ook wel heel slecht politie. What's your car feel? At least you get to go home and lock your doors. I might hear on that. Oh, dit is zo'n veteraan die dan opeens gewoon homeless wordt. Gewoon niks meer heeft dan. Dat is wel zielig. Anyway, I'm just gonna have a rest back here if that's alright with you. Ja, blijf maar lekker liggen. Er zit hier een semi-veilig hek omheen, dus dit moet wel lukken. All good, man. I need to get back in anyway. I've just got to put the returns back on the shelves and then it's home time. Sorry. No offense. Home time. Not taken. The bins are my home now. Goed. Ga maar lekker hier liggen. Ik weet niet hoe lekker het hier gaat... Yo, hij loopt ook echt vet moeilijk. Respect voor alle veteranen. Nou, top. Goed. Deurtje dicht. En wat moesten we doen? We moesten nog de return moesten we... Of nee, de gereturnde... Jeetje, ik kom niet eens op het Nederlandse woord. De teruggebrachte videobanden moeten wij terugzetten. Waar liggen die return bandjes? Is daar ergens een plekje voor of zo? Ik doe trouwens die wc dicht, want het stinkt hier echt ongelooflijk erg. Hallo? Police have found the body of an adult man. The body has been heavily mutilated. Yo, wat? Dit is 1997! Dit is 1997! Ik dacht dat dit eerder... Oh, mijn god. Een stack of VHS tapes heb ik opgepakt. The Sexorcist. The Sexorcist. Goed, we gaan The Sexorcist terugleggen. En dan nog even bedenken dat het 1997 is. Ik dacht namelijk dat we in een iets eerdere tijdperk waren. Maar blijkbaar niet. 1997. Ik was hier gewoon al bijna een jaar oud. Ongelooflijk. Maar Red Velvet, it's a thriller movie. Oh, we moeten nu naar de thriller. We hebben onze Sexorcist teruggezet. Waar is thriller? Hier ergens? Ja, hier is thriller. Nou, stop. The Texas Vibrator Massacre. Hoeveel fucking pornofilms huren zij hier? What the heck? Oh, mijn. Nou, Sleepless in Wigan. Oké. Okay. Wat was dat? Een comedy of een romance? Oh. Er klopt ook iemand op de ramen. Hallo? Oh, nee. Sorry, we're closed. Hoe gaat hij het nou niet gek vinden dat er een, dat er een varkenspersoon voor de deur staat? We're closed. You're gonna need to come back tomorrow. Are you deaf? Fuck off. Fuck off? Fuck off, mate. Van welke film is die scène ook alweer? Dat je dan die telefoonscène hebt, dan is het... I'll be back. Goed, hij komt terug. Ben ik blij om. Hij gaat gewoon terugkomen. Het meest schattige varkentje ooit. Nee, wat moeten we terugzetten? Oh ja. War of the Stars. Zou dit lijken op Star Wars? Ik weet het niet hoor, maar we gaan hem terugzetten. En Hunter. Sounds like a horror movie. Dat is mijn categorie. Left in Bed. It's more than likely an adult movie. Nou, Left in Bed. Oké, okay, 18 plus weer. Ja hoor. Dat was het. Ah! Wat verdomme, dat was echt heel luid. Oh mijn, dat was echt heel luid. Wie de heck was dat? Hallo? Yo. Yo, wat? Oh, for Christ's sake. Who does something like this? Oh mijn. Better let Keith know what happened. I should give him a call. Ga- better not come out of my fucking pair.
Nee, inderdaad. Moeten we dit nog wel gaan lezen? Not long now, piglet. Oké, wat zal er in die doos trouwens zitten? Oh, dat is een baksteen met bloed. Oh, hier word ik echt niet vrolijk van. We gaan onze baas bellen, Keith. Hallo, Keith. Er is net een baksteen met bloed door het raam naar binnen gegooid. Met een heel erg bebloed eng briefje. Kan je me helpen? Hallo? Yo. Keith, it's Tony. Something's happened. I thought I told you to only call me if it's an emergency. Well, if you'd listen... Someone smashed the shop window with a cinder block. What the hell? How'd you let that happen? Oh, I just rented him the brick and let him have the way. What the fuck do you mean, how did I let it happen? Alright, I'm coming down. Look, in the meantime, try to find something to board it up. The last thing we need is someone taking our stock. Well, I'm glad to hear you care about the safety of your staff. Don't be a smartass. I'll be there soon. Gelukkig komt Keith. Ik ben blij dat hij komt. Hij gaat ons helpen. Ja, inderdaad. Een dickhead, maar hij gaat ons wel helpen. Dus we moeten er wel een beetje blij mee zijn. En wij moeten... Ik doe die maar gauw weer dicht. Voordat we er problemen mee krijgen. We moeten iets vinden om dit te gaan blokkeren. Maar hoe? Hoe vind ik iets... Een poster? It's going to take something big to topple VHS rentals. It's so easy and convenient. Ja, too soon, hè? Netflix, Prime, HBO, wat de heck er nog meer is. Ja, too soon. Maar goed, ze wisten niet beter in 1997. Wat moet ik ervoor zetten? Oh, hier ligt gewoon hout. Yo, daar ligt hier gewoon een stapel hout buiten. Nou, dat is handig. Mocht er ooit een keer een baksteen door je ruit worden gegooid, ligt er gewoon hout om het te gaan af te timmeren. Nou, ideaal. Of ja, aftimmeren. Is het nou precies breed genoeg voor het kozijn? Oh nee. De muziek maakt het wel opeens heel eng. Hallo? Hallo? Keith? Keith, I thought you were... We're going to have fun tonight. Who the fuck is this? Who the fuck I'll is this? You soon, you piggy. Screw waiting for Keith, I'm getting out of here right now. Rip die veteraan. Rip het licht. Something is blocking the door from the other side. All looks fine. If this was a horror movie, there would be a fuse missing. Maar toch is het lichthuis, pik. Oké, dit maakt het wel opeens een stuk mysterieuzer. Oh, hier word ik echt niet heel blij van. Ah, dit vind ik echt heel naar. Kan ik niet gewoon weggaan? It's not safe out there. The vents. I can hide in the vents. Oh, we gaan in de vents hiden. Oh mijn god, hier moeten we in. Ja, crouch. Come on. Crouch. Oh damn. Kijk, dit is iets wat ik herken van dit soort... Er zit iemand binnen. Er is iemand binnen. Ik vind het echt heel naar. Wat hoor ik? Oké, dit spel is wel echt heel eng. Oh nee, hij is binnen. De moordenaar is in dit ding. Oh mijn god. Oh nee. Gaat hij mij pakken? Yo, waarom staat daar een... Wat is dit? Yo, wat is dit? Ik weet niet eens waar ik ben. Oké, we gaan gewoon door. Gewoon doorgaan. Niks aan de hand. We horen hier wel allemaal geluiden. Maar niet bang zijn. We gaan gewoon het dak op. Why would I go on a fucking roof? Run, you idiot. Oh, moet ik rennen? Oké. Yo, what the heck? Rip deze gast. Who the hell could do something like this? There you are. Uh-oh. Oh, mijn hemeltje lief. Oh, mijn hemeltje... Ah! Hij zit echt achter ons aan. Oh, nee. Oh, nee. Oké, gewoon rennen. Niks aan de hand. Gewoon rennen. Niet achterom kijken. Oeh, dit is zo naar. Gewoon hier langs. Gewoon hier overheen springen. Dik parcours. Pro gamer Melvin doet het wel even. Niks aan de hand. Een of andere dago zit daar rechts, maar dat maakt ook niet uit. Oeh, wat doe ik? Oh. Oh. Oh.
Heel slim. Heel slim. Ik had daar niet over nagedacht in zo'n situatie. Maar we hebben het gewoon even gefixt. Waar we opeens zijn, weet ik niet. Dit zijn echt de meest afgrijzelijke steegjes ooit. Ook echt een of ander vaag doolhof is dit. Waarom, weet ik ook niet. De muziek wordt ook opeens... Oh mijn god. Wat is deze muziek? Yeah! Oh! Oh mijn god. We gaan echt heel hard. We rennen echt super hard. Ik weet niet wat hier gebeurt. Maar dit is de meest gekke muziek ooit. Niet achterom kijken. Gewoon doorrennen. Dat varkentje... Oh. Oh, we waren net zo lekker bezig. Oh nee. Can outrun me, Piglet. Oh, nee. Ben ik dood? Oh, hij maakt ons eerst bewusteloos. Oké, okay. We zijn dus meegenomen door Slaw. Well, well, well. I'm innocent of a new game yet. So you stand right there until I'm ready for you. Walk along. Dit is wel echt heel creepy. Oh, mijn! Ik dacht dat hij dood was. Dat is die journalist. Journalist. Ik vind het wel een beetje nadat er ook allemaal dingen achter hem liggen. Maar we moeten met hem gaan samenwerken. Hoop ik, denk ik. Rotten animal feed. It smells disgusting. Ja, oké. Ja, is locked up. Hoe kan... Yo, wat de heck? Die zit hier al heel lang, denk ik. Kan jij mij helpen? Hij kan dat niet meer. Of zij. Ik weet niet wat het is. Dat kan je van mij niet zomaar 1, 2, 3 zien. Waarschijnlijk valt het wel ergens aan af te leiden. Maar zo op het eerste gezicht niet. Kun jij mij helpen? Jij moet mij helpen. Hallo, help mij. Misschien moet ik die lamp gooien of zo. Ik moet hem op een of andere manier... Oh. Oh, wat? Oh mijn god. A scrawled note. I don't think he knows about the hole. But all that effort to end up in the basement with the shutters locked. I don't think I'm making it out of here alive. Jawel, dit gaat ons lukken. Wij gaan dit gewoon doen. Ik ben heel benieuwd wat we hier gaan hebben. Oh, wat de heck? Oh, hier is al dat sham. Oh. Oh, nee. Ik maak wel grapjes dat ik zeg dat het sham is, maar het is geen sham. Er is hier ook iemand heel lang vast geweest. Kijkend naar al de wat is dit? Nee. Nee, dit is een puzzel. Oh, dit ga je niet menen. Ik ga eerst maar kijken wat we hier verder hebben. Misschien is er achter deze deur... Nee, die is gelokt. En is hier iets? Oh ja. Oh nee. Ik zeg wel oh ja, maar het is oh nee. Hier zat een 5 op. 5? 5 wat? 5 piggies. Een kistje. Een ding waar ik aan kan draaien. Yo, wat? Yo, wat? Oké, okay, ik heb geen idee wat daar gebeurde. Ik heb echt geen idee. Voor mij zijn we nu bij een stukje gekomen waar we moeten puzzelen of zo. En de tanning room? Oh nee. Nee, niet de tanning room. Oh, maak nou niet zoveel geluid, jongen, Tony. Tony, doe niet zo dom. Waarom zit daar een sleutel in de mond? Wat zie ik? Wat is dit? Juist. Brein, hersenen, mondkapjes. Hè, coronatijden all over again. I know what I'm doing. Another lies by Dr. Wakefield. Wat is hier dan? Machinery in operation. Een dumpster. There is something shining in the mouth, but it's too high to reach. Nou, wat moet ik hier gaan doen, man? What kind of sick shit is he doing in here? Ja, ik wil het ook eigenlijk niet weten wat hij hier doet. Maar ja, gezien wat we allemaal zijn tegengekomen, kunnen we wel enige conclusies trekken, toch? Niet zo dom doen jij. Tjongejonge, Tony. Ik denk dat ik dit ding toch weer mee moet nemen. Dan loopt hier weer de hele toko vol. Kijk. En dan moeten we waarschijnlijk richting... Wat is hier echt groot? Kijk, dit is trouwens ook zijn busje wat hij gebruikt. De Chop Shop. Chop Shop, ja. Haha. Oh.
Oh, en een... Nee, ik weet ook niet... Ja, ik weet wel wat hij hier allemaal in gooit, maar ik wil het niet weten. Er hangt hier ook nog een mooi doek, hè, om het een beetje af te schermen. Moet ik hier naartoe? Oh mijn god, een code. Een cijfercode. I don't know the code. Nee joh, het was wel een beetje gek geweest als je het wel wist, hè? Nou, oké. Okay. Oh, hier kunnen we ook naartoe. Hier is ook iets. Ik weet niet wat hier gaat zijn, maar dit ziet er... De shower room en de security... Oh. Oké. Okay. It's locked out. Looks like I can unlock it with a keycard. Nou, duidelijk. Wat is dit? Mike heeft een sleutel van een cel. En Matt heeft... Oké. Okay. Ik vind dit trouwens wel echt een heel erg zielig gezicht. Dit is ook iets wat niet zou kunnen in het echt, maar dat maakt niet uit, hè. Sowieso is dit spel echt een en al vaag. We hebben in ieder geval een celsleutel. Nu moeten we dus eigenlijk naar de cellen toe gaan, of niet? Wat hoor ik? Oh nee, dat is die hond van die hobo! Oh nee! Die moeten we gaan redden. Als ik die niet kan redden, dan weet ik het ook niet meer. Ligt hier nog iets? Een bouwhelm? Kan ik ook niet opdoen. Nee, hier ligt ook niks. Security. Oh mijn god, dit zijn trouwens allemaal security kleren. Nee, die hond moeten we gaan redden. Die hond moeten we gaan redden. Ik weet niet hoe, maar dat gaan we gewoon doen. Laten we ook sowieso even naar die cellen nu gaan. Want we hebben een celsleutel. En ik denk dat we die nodig hebben om te kunnen ontsnappen. Wat hoor ik trouwens? Niks. Oh mijn god. Zelfs ovens. Oh, hij cremeert ze voor mijzelf. Nee, dit is die cel. Hij heeft die journalist meegenomen. Maar die crank ligt hier nog. Oké, okay, de crank ligt er nog. Er ligt er ook een briefje. Bloody note. I don't know how much longer I can stand this. The smell alone is driving me insane. The sick fuck has thrown a human torso in here with me as my only source of food. I held off, even looking at it, but I'm starving. Please forget... Yo, deze gast had zoveel honger dat hij gewoon maar aan cannibalisme ging doen. Ja, lekker. Ja, ik weet niet of ik dat zou kunnen. Nee, dat kan toch niet? Er gaat sowieso een stuk rauw mensenvlees. Wat de heck? Ik weet niet of ik dat zou doen. Ik wil er niet eens over nadenken. Wat ik wel heb is de fuse. Die is wel een beetje nat geweest, maar hopelijk maakt dat niet heel veel uit. Kunnen we nu ook gewoon veilig terug? Ik weet het ook niet. Oh, er is hier een batterij uitgehaald. Hier zijn ze skeletten aan het opstellen. Wat? Oké. Tony. Thank Christ, you're okay. Listen. You've got to get me out of here before that freak comes. What? Cap. I thought you were dead. You cut me up pretty bad. You've got to help me. Don't worry. I'll find a way. I'm counting on you, soldier. Oké, okay, ja, deze moeten we ook gaan redden. Wat? Waarom is letterlijk iedereen die ik heb gezien in dit spel gewoon in deze gekke... lood aanwezig en gewoon gepakt door die moordenaar. Ja, goed. Wat kan ik hier doen? Kan ik hier een val... Oh, dat had ik niet eens door! Shit of gas? Oh. Oké, okay, ik heb het gas nu gestopt. Nu hebben we alleen nog een batterij nodig en dan kunnen we hem... Oh. Oké, okay, ik kan jou nog niet redden. Ik kan hier het gas stopzetten. Maar nu niet. We moeten hem gaan redden. Ik hoop niet dat hier die moordenaar zo komt. Ook al denk ik van wel. Laten we eerst maar eens die fuse gaan plaatsen. Waar moest dat ook alweer? Ik weet het niet eens meer. Heb ik een plek gehad waar ik een fuse moest plaatsen? Of moet ik hier nog ergens naartoe? Ach, gadverdamme, dit ook. I don't even want to think about how long this has been here. Ja, ik heb een donkerbruin vermoeden dat het hier echt heel erg stinkt. Wat ik ook zo krom vind, is dat hier dan een litterbin staat, hè. Voor alle vuilnis. En dat er dan wel skeletten in liggen en zo. Maar dan loop je een stukje verder en dan ligt er alsnog ergens op de grond rotzooi. Deze vent weet ook niet wat hij wil. En wat is dit? Yo, wat de heck is dit? Ik heb geen idee. Yo, wat? Hij zet automatisch de bepaalde dingen die al op de juiste plek staan op de juiste plek. Hè? Oh. Oké, okay, het is dus niet oplosbaar. Want we missen sowieso al onderdelen. Ja, hij zet dus al de dingen die goed staan, die kan je al niet meer verplaatsen. Dus eigenlijk is het echt kinderspel. Maar daarmee kan ik wel concluderen dat het niet compleet is. Want ik mis nu al een paar blokjes.
Kijk, we missen letterlijk twee blokjes. Nou, geweldig. Dat zijn deze twee. Dus we moeten alsnog blokjes vinden. Waar moest ik die fuse gebruiken dan? Er was ergens een plek voor die fuse, maar dat heb ik ook al niet meer herinneren. Oh mijn god, ik ben zo dom. Ik neem deze wel weer mee. Ik denk dat we die toch ergens nodig hebben. Oh, wacht, hier kan die crank natuurlijk in. Oh, ja, kijk. En dan kunnen we die sleutel pakken uit zijn bek. De basement key. Oh, dat betekent gewoon dat we hier waarschijnlijk de basement in kunnen. Wacht. Plaatsen we deze weer terug en dan gaan we hier door het dirty. Hatseflats, kijk eens aan hoe mooi dat wegstroomt. Super turbo is dat, joh. Hier, dan doen we daar de basement key. Ja. Ah! Oh, dit spel is zo fucking flauw. Echt waar, ik schrik me dood. Snap je hem? Wat hebben we hier? Oh. Nou, daar gaat de fuse in. Oké. Okay. Oh, nee. The curse of the missing fuse. Guys, as we all know, the basement floods on a regular basis. The drainage system does its best, but it isn't perfect. Because of this, one of the fuses sometimes comes loose and starts to go on a floating holiday. Without all three fuses, the deep freeze can't regulate its temperature correctly and will lock the door for your safety. If you spot a wandering fuse, then return it back to its home. Nou, gelukkig hebben we dit al gedaan. Ligt hier nog meer? Oh, er ligt hier ook echt gewoon een electrical cube voor die ene puzzel. En ligt er nog meer of is dit het? Zullen we gewoon die cube terugplaatsen? Kijken wat er dan gebeurt. Hier, cubeje erin. Use. Want nu hebben we de shutter. Oh. Oh! Kan ik hier een... Oh, en hier kunnen we in hiden. Oké, daar word ik iets minder blij van. Maar goed, en wat is dit? Wat de heck is dit? De fan key. Heb ik dat nou net uit... Ik heb dat net uit een hoofd getrokken. Gad... Nou, dit spel is echt ranzig. Ah! Nou, nee, dit mag echt... Ondanks hij fucking me laat schrikken, heeft hij al een briefje van mij. Peekaboo. Wat fucking kut. Nou, we moeten nog één zo'n cube vinden. Wat heb ik allemaal? Ik heb een fan key. Dus dat betekent dat wij de fan in kunnen gaan. Maar dat we ook op moeten letten op de sla. Als hij nu achter me aankomt, dan ben ik een beetje de lul. En daar ben ik een beetje bang voor. Want hij zei dat hij achter me aan ging zitten. Ik ga gewoon de fan in. Please, mag ik de fan in? Ik wil deze fan in. Ik wil niet meer schrikken. Ik wil gewoon weten wat hierin zit. Oh mijn god. Oh mijn god, waar is mijn cel? Hier is mijn cel. Wat? Wat? Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Oh, we gaan liggen. Oh, we gaan doen alsof we weer in onze cel liggen. Oh, kijk. Hello. Hij is wel echt fucking dom. Hoe is deze gast ook niet bang? Hoe is Tony ook niet bang? Tony kent geen angst of zo. We moeten dus oppassen, want onze grote vriendelijke vriend is dus nu wel actief. Maar ja, hij was tevreden genoeg met het feit dat ik hierin lag, terwijl mijn celdeur open was. Maar boeien, hè, moet hij weten. Ik ga jou nog steeds proberen te redden. Wat hierin zat, valt niet meer te redden. We moeten nu gewoon deze gaan openen, denk ik. En dan ligt de elektrische... Oké, dit is goed. Dit betekent dat wij nu lekker naar beneden moeten. En die cube hier gaan plaatsen. En dan kunnen wij dat andere ding ook gaan openen. Kijk. Oh, wat hebben we hier? Een freezer lever. Dankjewel. Oké, daar schrok ik niet van. Wow. Ik schrok gewoon niet van iets. Maar ja, we hebben hier nu alles gehad, toch? Er ligt hier niet meer. Nee.
Nou, we moeten dus nu naar de vrieskist. Boven. Gezellig. Kijk, hier moeten we naartoe. Zie je, hier kan hij gewoon in. Yo, we gaan echt lekker. Ik heb echt het gevoel dat ik heel goed bezig ben. Waarschijnlijk is dit spel niet heel moeilijk. Maar alsnog doe ik graag geloven dat ik heel goed hier ben in dit spel. Rip deze vent. Ook rip deze vent. Machinery in operation. Oh, nee. Oh, hier heeft hij ook nog gewoon varkens. Hij is dus niet alleen een moordenaar van mensen. Maar dit is wel echt zo naar. Oh, nee. Oh, nee. Manual temperature control? Wat? Oh! Een crowbar? Nee, nee! Nee! En nu? Oh, nee. Releasing safety locks. Pro gamer Melvin, ik wist precies wat ik dat deed. Oh nee. Oh mijn god. Yo, wat gebeurt hier nou dan? Dit is fucking vaag. Opeens stort gewoon de hele vloer van die vriescel in. Nou ja, als we doodgaan, dan wordt het pas erger. Wat zijn we nou weer dan? Zit er nou nog een serieus een hele kel of een heel, heel... noem je dit? Hoe noem je dit? Waar al het water doorheen stroopt en al je stront langs gaat. Riolering? Nee, riool. Ja. Waarom kom je met water? Waarom zit er een heel riool onder met... Wat? Nee, dit is niet eens een riool. Wat is dit? Pressure valve? Oké. Geen idee of dat goed was. Maar ja, we gaan wel kijken. We hebben die knop ingedrukt. Waarschijnlijk kunnen we nu... Yo, what? Oké, dit ziet er echt gewoon... Alles was tot nu toe makkelijk, maar dit ziet er echt wel zo kut... Nee. Nee. Nou, hier zit ik dus echt totaal niet op te wachten. Ik heb ook die hele map niet onthouden. Oh, hier is de map. We zijn nu in de storage. Hij zit ook achter me aan. Ik hoor ook echt die voetstappen. Oh, nee. Waar moet ik heen? Waarschijnlijk ga ik zo heel hard schreeuwen en dan ga ik dood. Meestal in horrorspellen. Hier omhoog? Ja, hier is iets. Dat kan niet eens open. Kan ik hierheen? Nee, ook niet. Hier ligt iets. Een hydraulic pump control, oké. Okay. I've disabled the hydraulic platforms in the water treatment plant temporarily. Platform 0 of platform 2 is in dire need of repair and I'm not being blamed for someone losing an arm if it collapses. Keep this activation key somewhere safe until engineering have fixed the issue. I'm going to disable the pump system generator to make doubly sure no one gets hurt. Okay, prima, goed, nice. Hij staat daar! Oh my god, oh my god. Nee! Nee, ik ga dood. Oh nee, ik ga niet dood. Ik weet niet waar ik naartoe ga. Nee, blijf van me af. Ik wist dat ik ging gillen. Nou, wat gaan we... Ik weet niet eens wat ik nu moet doen. Ik ga dit nooit overleven. Als ik dit overleef, dan ben ik de pauze. Dit kan toch nooit, man. Hoe moet ik dit overleven? Hoe groot is dit ook? Hé, hey, hier valt Mr. Bean altijd naar beneden. Reference voor mensen die dat weten. Daar ging een lamp kapot, riplamp. Hier valt Mr. Bean ook altijd naar beneden, wat leuk. Waar ren ik ook naartoe, man? Wat ben ik ook nu dan? Oh, maar dit is echt niet een leuk spel. Waarom is dit opeens zo'n groot gebied? There is no power and the key is missing. Nou, dat is ook weer echt grandioos. Of heb ik die sla... Daar loopt hij! Oh shit, oké. We horen hem dus lopen. Misschien hier naar beneden, misschien is hier iets. We gaan gewoon een beetje blind dit riool door, want... Ja... Fucking Piggy zit achter ons aan en die wil ons dus heel graag hebben. Wat is dit nou weer voor een of ander vage plek? Waarom lijkt het echt op een of ander radioactief afval? Nou goed, moet ik hier dan ergens iets doen? Ik heb geen idee. Ik ben nu gewoon blind aan het rennen. Ik ben nu gewoon blind aan het lopen. Heel gezellig en zo. Want daar moet ik ook dingen in plaatsen. Dat heb ik ook allemaal niet. Hier ligt een briefje. Inspection checklist. Nou, mooi. Boeit me geen reet. Waar moet ik heen, man? Oh, hier is iets. Oh! Oh, we moeten al die pressure releasen. Kan ik dat ook op deze minimap zien? Oh ja, bij de blauwe kruisjes.
Dus in de office, in de electrical. Ik hoor hem lopen. Ik hoor hem lopen. Wegrennen. We moeten gewoon dus al die valves lostrekken. Oké, dit gaat goed komen. Ik zie eindelijk... Oké, dit gaat niet goed komen. Snel weg hier. We moeten rennen. Blijven rennen. En al die pressure releasen. Dat is het enige wat ik nu mij kan bedenken. Ik mis gewoon heel... Hey! Hey, hallo! Kan je mij helpen? Oh, thank god. You gotta help. There's some freak. Even die website die hij open heeft. Die website die hij open heeft. Ja, ik weet niet wat hij kijkt hoor. Ik heb geen idee. Wat is dat? We hebben in ieder geval een pressure vault gereleased. En we hebben een keycard. Nee! Oh mijn god! Ik ben wel blij dat deze man inderdaad nooit buiten adem is. Alle magisch. Nu moeten we naar de storage toe. Dat was hier ergens, toch? En dan zo meteen links. En dan... Ja, precies. Zo, wat heeft deze man een richtingsgevoel, joh. En dan moeten we hier die keycard gebruiken, als het goed is. Ja! Ho! Ja! En nu? The main shutter for the gas. Is goed. Kan ik dan hier nu deze opzetten? Ja! Oh, wat fijn! Kijk, nu is daar het vuur uit. Kunnen we hier verder rennen? Weet ik niet waar we gaan uitkomen, maar we hebben tenminste nog het passie. Waar zijn we nu? De generator room. Is dat hier links dan? Ik heb geen idee. Storage. Storage. Oh, hebben we die deur open? En hier is ook echt een of andere gekke machine met knopjes en zo. Nou, die moeten we maar gewoon omhalen. Deze moeten we maar omhalen, want dat is leuk. Dan moeten we nog maar één system pressure vault releasen. En dan kunnen we daarna verder. Dit gaat wel goed zo. Volgens mij heb ik hier ergens misschien iets overgeslagen. Zie, dit ding, dat werkt nog niet. Zie, de key is missing. Of kan deze key daarin? Oh! There is no power. Oké, dus nu moeten we alleen nog maar stroom fixen en dan gaat dat werken. Oké, dat is goed. Dus dat betekent dat we daar al één van de twee dingen hebben die we nodig hebben. Dan moeten we alleen nog één valve overhalen. Dat is hier bij electrical. Maar hoe kom ik daar binnen? En hoe kom ik in electrical? Hier langs misschien? Oh! De generator! Ah! Nee! Ik word er zo gek van. Als ik het goed heb, kunnen we hier links en zit hier de... Ja, de generator. Gooien we daar deze in, die usen we dan. En dan is het nu goed, toch? Of moet ik nu nog iets doen? We hebben nu 208 volt. Optimal running voltage. A red warning light is used to alert the user to fact the hazardous operating and maintenance values are in use. Misuse may result in injury to or death of personnel. Strict safety measures must be observed at all times. Wat? Moeten we nu... Dit als puzzel... Is het een puzzel? Hij is 208 volt. Hoe fix ik dit? Het was inderdaad een puzzel. Alleen bedacht ik mij dat 8 minuten later. Ja, dus... We gaan vanaf daar verder. Ja! 240 volt! Mensen in mijn chat zeiden dat ik inderdaad hier terug moest gaan puzzelen. En blijkbaar werkt dat. We hebben nu 240 volt. Nu zal het dus ook moeten betekenen dat wij beneden bij die water treatment het aan kunnen zetten. Althans, dat hoop ik nu wel. Als dat nu niet werkt, dan word ik heel boos. Als dat wel werkt, dan word ik heel blij. En hier is het. Ja hoor. Ja! Kijk! Oh, dan gaat hij naar beneden. Oh, nee! Hou nou! Ik word echt fucking... Ik denk dat ik vannacht droom over dit deuntje. Dit deuntje ga ik vannacht in mijn droom horen. Ik zweer het. Zo hinderlijk. Dan is het niet eens dat het vark achter me aan zit, maar dat deuntje. Dat ga ik horen. En kijk, nu kunnen we hier oversteken. Blijkbaar stort ik opeens de hele toko in. Ik weet niet waarom dat gebeurt. Maar wat wel kan, is dat we hier nu langs gaan. Please, laat die dan eindelijk de laatste valve zijn die we moeten over... Ja, ja, de pressure release, ja. We hebben... Oh, all system normal. Hè? Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Ga open, ga open, ga open. Oké. Ik weet niet wat we nu moeten doen. Wat moet ik nu doen? Misschien moet ik wel gewoon naar de exit toe. Want we hebben natuurlijk nu alle valves gehaald. De muziek blijft namelijk ook doorgaan. Dus wellicht dat we hier ergens naartoe kunnen. Hier! Hier! Ja! 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 We did it! We hebben het riool overleefd. Oh, wat goed. Oké. Nu kunnen we hier doorheen. En kunnen we hier omhoog klimmen. Where you going?
Oh mijn fucking god. Oké, klim, 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 klim. Hij zit dus achter me aan, of niet? Oh, shit. Hallo? Oh, sneaky, sneaky. Er zit daar gewoon wat. Het is niet heel veilig, denk ik. Want er ligt er ook alweer een dode rat, riprat. En er ligt hier een sleutel. Hoe realistisch is dit? Aaron should have the key on him when he... Find the lock and key. Can we come and finish this? Oké. Deze gast heeft alleen nog maar zijn torso en leeft blijkbaar nog. Ik weet niet hoe lang deze gast hier al ligt. Maar... Ik denk dat hij al... Ja, nee, laat maar. Het is een spelletje. Oh mijn god. Disgusting swine. Kijk hem ook staan. Oh, daar gaat ook weer een lichaam. Oké, we moeten dit echt gaan stopzetten. Wij moeten dit gaan stoppen. Hij mag niet nog meer mensen gaan vermoorden. Wat is dit? It's an eye. It looks septic. Op een dag komt er een horror game met een reference naar Altered Melvin, toch? En hier is ook iets. Wat is dit? Oh, de powerpack! Maar de powerpack had ik nodig om onze grote vriend te redden. Oh, waar zijn we? We zijn hier. Oké, dus we moeten hier langs. Wacht, we gaan naar die oven toe. Als het goed is kunnen we hem nu redden uit die oven. Hoop ik. Gozer, ik heb eindelijk een powerpack gevonden. Hij leeft... Where the hell have you been? I thought you'd forgotten about me. Tuurlijk niet, Captain, jongen. Hier, ik ga jou nu redden. Powerpack erin, had ze flats. Oh my gas. Ik had het gas niet uit. Even in de chat voor onze grote vriend de captain. Oh mijn god. Sorry captain, foutje moet kunnen baas. Oh mijn... We moeten deze gewoon pakken. Dit had ik net eerst moeten doen. Dit had ik net eerst... Nou, dit is zo triest. Dit is zo triest. Nu heb ik gewoon hem dood laten gaan. Sorry. Nee. Oh, nee. Sorry, vriend. Ja, wat ligt hier? Kan ik met de crowbar daar pakken? Ja. Ja. De locker key. Oh, mijn. We hebben de locker key. Dit is goed. Snel, laten we daar naar de locker gaan. Dat betekent dat we waarschijnlijk de gun gaan vinden, toch? Wat werd mij verteld? De gun. Locker key. Use. Wat? Dit zit er... Oh! Oh! 4045! As bar management request, the love door code has once again been changed to stop unauthorized staff entering the taking naps up there. Unbelievable. Anyway, the new code will be 4045. Please don't give this new one to Lewis. Dit is goed. 4045. Ik wil alleen nog wel die hond redden. Ik heb alleen geen sleutel voor die hond. Oh nee, die hond moeten we redden. Maar dat maakt nu niet uit. Dat gaat straks gebeuren. Die hond is wel belangrijker dan Captain. Eerlijk? Dat Captain dood is gegaan is gewoon een klein foutje. Maar die hond moet wel levend blijven. 4045. Wat? Ik heb geen idee waarom het niet deed. Maar 4045 is gewoon goed. Wat we nu hier hebben, weet ik niet. Wc-papier en weer een varkentje knuffel. Oh, dit ziet er ook weer uit als een plek waar ik achtervolgd ga worden. Oh ja! Oh ja! Nu moeten we die varken gaan vinden. Of in ieder geval sla. We moeten hem nu gaan neerknallen. Nu ben ik er echt gewoon klaar voor. Sla, waar zit jij? Joehoe! Nu moeten we gewoon hopen dat we Sla tegenkomen. Hallo? Sla, waar ga ik hem vinden? Dat is nog even de vraag. Misschien moeten we hier nog ergens naartoe? Ik ben hier natuurlijk heen geweest. Maar toen ging ik daarin en toen ging... Oh, kijk! No way! Dit is de plek waar al die lijken langs gaan. Oh, en hier ligt ook iets. Wat is dit? November 29th.
interview with the Ghost Star was less than helpful. Something's going on in there. Oh my god, dat is van die journalist. Dit is van die journalist. Oh nee. Is hier voor de rest nog iets? Nee, helemaal niks. Kan ik hier iets doen? Ook niet. Mondkapjes. Ik vind die mondkapjes wel leuke details. Weet je, een beetje let op die hygiëne. Is natuurlijk wel belangrijk in zo'n locatie. Maar ja, dit is dus wel een beetje een zielig, hoe heet het. Ik vind het liedje leuker. Ik loop nu weer echt rond als een kip zonder kop. Of moet ik zeggen, een varkens... Oh. Hè? Een circuit breaker, serieus. Wauw, waarom heb ik die net niet gezien? Nou, typisch Melvin weer dat hij zoiets niet vindt. Ongelooflijk. Nou. De deur is dicht. No. Shit. Oh nee. Oh mijn god. Oh mijn god. Wat gebeurt hier? Wat gebeurde daar? Waar is hij gaande? Ik vind het heel eng. Ik vind het echt heel intens. De muziek staat ook boerhard. En ik weet niet wat er gebeurt. Waar is hij? Kom dan. Oké, snel rennen. Hij reload heel netjes. Heel goed. Oké, schieten. Ik weet niet wat ik doe, maar het maakt niet uit. Gewoon rennen. Gekke effecten en zo. Waarschijnlijk betekent het dat we hem verder doodmaken. Wat heel goed is natuurlijk ook voor de verloop van het spel. Kom dan. Kom dan, jongen, Mr. Piggy. Ja! Ja! Isn't going home. We hebben hem. Looks like this little piggy isn't going home. Loser! Heb je ook iets voor mij of niet? Hij heeft helemaal niks voor mij. Even nog extra kogeltjes erin hoor, chat, voordat hij weer opstaat. Is wel belangrijk. Gaan wij nu kunnen ontsnappen? Gaan we nu nog last krijgen van de piggy? Want hij is wel echt dood, toch? Of zij? Ik weet niet. Ja, ik wil eigenlijk ook niet die onderbroek naar beneden trekken. Maar we gaan eruit van dat het een hai is. Ja, I just assumed a gender. Maar dat maakt niet uit. We moeten hier gaan ontsnappen. Dat is waar we mee bezig zijn al de hele tijd. We hebben deze circuit breaker. Waar moet ik die gebruiken? Hier ergens of zo? Waar moet ik de circuit breaker gebruiken? Wel leuk dat ik hem nu dood heb, zeg maar dat ik alsnog niet weet wat ik moet doen. Schiet op het slot! Jullie zijn fucking slim! Ga ik dit hondje kunnen redden door op het slot te schieten? Kan dit? Nee, echt niet. Maar om het hondje te redden, moest ik volgens de chat 5 varkentjesknuffels kapot schieten. En mij kennende ga ik natuurlijk deze secret speciaal voor jullie halen. Alles voor het hondje. Oh mijn god, dat is echt het slimste ooit, Savannetje. We hebben natuurlijk op verschillende plekken die varkentjes liggen. Gaan we die kleine varkentjes niet moeten kapotknallen? En dat dan die deur open gaat? Zijn dat er niet precies 5? Moet ik die nu echt gaan vinden? Waarschijnlijk moet ik die nu gaan vinden, of niet? Dat klinkt echt als het meest logische ooit. Wow. Zie, hier zit er 1. Ja, dat werkt! Oké, dat was wel een beetje een enge stem, maar het werkt. Nou, dan linksboven was er ook 1. Kijk, er is er nog eentje. Bam. Hebben we er 2 kapot. Is dit ook echt wat we moeten doen voor het einde? Ik weet het niet. Hier is er nog 1. Zo, nu moeten er nog maar 2. Maar waar zijn de laatste 2 varkentjes? Oh, yo, held! Daar staat er 1. Wow, dat is nummer 4. Ha, we moeten er nog maar 1. Yo, de laatste! Oh, mijn! Hoor dat! Ik heb iets gedaan! Oh, mijn. Ik vind opeens gewoon die laatste in een... Hoe heet het? Nu zijn al deze skeletjes lichtgevend. En nu moeten we bij die deur kijken. Nu gaat deze waarschijnlijk open. Of niet? Yo, wat? Ik heb er toch 5?! Moet ik misschien niet interacten met die skeletjes? Moet ik misschien niet eerst iets met die 5 skeletten doen? Sowieso moet ik eerst iets met die 5 skeletten doen. Dat was het! Nou, ik ga ook huilen. Waarschijnlijk kunnen we nu dan wel door die deur. Hopelijk. Is die deur nu te openen? Kijk! Oh, mijn. Ik hou mijn pistool voor me, want ik weet niet wat dit gaat zijn.
Oh mijn. Wat is dit? Barada. Wow. Wow, wat is dit? Yo, wat? Yo, wat zie... Wat is dit? Wat, waar ben ik opeens in beland? Wat gebeurt hier? Wat is dit? Ah! Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik ben helemaal van apropos. Hier, neem kogels. Ik weet niet of ik dit moet doen. Moet ik die kapot schieten? Waarschijnlijk wel. Oh mijn god. Oh, hij gaat weg! Hij gaat weg! Heb ik het overleefd? Oh nee, ik heb het niet overleefd. Het is een of andere super turbo aanval. Ik weet niet wat hier gebeurt, man. Wat is dit? Waar ben ik opeens in beland? Oh, daar is hij weer. Hallo, kiekeboe. Alles goed met jou? Is het gewoon echt een kwestie van schieten of zo? En ontwijken? Wat de heck doe ik hier? Dit is echt kwaliteit content. Ik geniet hiervan. Kijk, daar gaat hij weer. Dikke turbo aanval. Kom daar, jongen. Ja! Hij is neer. We moesten gewoon inderdaad schieten. Oh, wat is dit dan? Oh, pas op. Dit was zo raar. We hebben de boltcutters. En dat is waarschijnlijk om dan puur en alleen de hond te redden. Nou, dat is wel echt gewoon het beste einde ooit. We gaan die hond nu redden met die boltcutters. Blijkbaar was mijn wapen niet sterk genoeg daarvoor. Maar, en stel, boltcutters is hij sterk genoeg voor. Ja! 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 Ja, kijk, hallo! Woef, woef! Oh, we hebben hem gered! Dit is echt grandioos! The good boy! Waar is de good boy heen? Oh, daar zit hij! Haha, wat goed! Nu moet ik alleen nog de plek vinden voor die circuit breaker. En dan zijn we klaar, denk ik, of niet? Oh! Oh, kijk! Oh, waarom wil ik dit aanzetten? Oh, wat? Serieus? Daaruit komt het pasje van de security. Nou, nee joh. En dan nu kunnen we met dit pasje die PC gaan interacten. En dan kunnen we waarschijnlijk ontsnappen. Is dat nu een beetje de bedoeling? Eens kijken. Hallo, laat mij eens hier even in gaan. Even typen. Dit is goed. Dit is gewoon perfect. Dit is gewoon wat we moeten doen. Dit ga... Nou, dit meen je. Dit meen je. We zijn zo ver. We zijn zo ver. Hoe leef jij nog? Loser. Loser. Ik dacht even dat we de lul waren. Maar mag ik een W in de chat? Mag ik een W zien? Wij kunnen hier naar buiten met ons hondje. We zitten onder het bloed. Het lijkt alsof wij de seriemoordenaar zijn. Hé, hey, dat lijkt echt op ik met een sikje. Wow, die game heeft gewoon mij nagemaakt. Ja, hij heeft wel die captain helaas dood laten gaan. Maar de hond leeft nog. Ja, wat een goed einde. Ja, en die tatoeages zijn ook natuurlijk heel realistisch. Oké, okay, ik schrok even, want als hij dat had overleefd, dan was het helemaal een onrealistisch spel. Maar dat is niet! Is dit het einde? Ja hoor! Heel goed! Wat een heel gaaf spel! Wat?! Er is meer! November 30th, 1997. Time 13:25. Oké. I'm detective Harry Johnson. With me is detective Brian Davis. And sitting with us is Keith Williams. Okay, we'll start this interview by... Listen, I've told you everything I know. What the heck? I got a call from Tony informing me someone had smashed the shop window. I left the house and got to the shop at around 10 p.m. Tony wasn't there. The shop was trashed. I saw the blood and guy's body at the back of the shop and called you guys. The last time, I don't... know where Tony is. Was hij de moordenaar?
Nou, wat een plot twist. Haha, hij was de moordenaar. Holy damn. Zieke damn. Oh, hey. Oh. In loving memory of Anthony Roden. Nou, en daarmee eindigen we deze video.